De infinitief. Wat is dat nu weer juist? We gaan dat even samen bekijken. Dus het beste is ook dat je hier al de titel onmiddellijk markeert. Dat is een belangrijke titel. En dan gaan we eens even overlopen. Probeer de onderstaande tekst te begrijpen. Roelof plompt wakker. Het plompt nog donker. Je gaat zien, die plompe woorden, die ga jij moeten vervangen door een ander werkwoord. Dus wat zou dat in dit geval kunnen zijn? En dat kunnen soms meerdere antwoorden zijn. Roelof, bijvoorbeeld, schrikt wakker of wordt wakker. Dus daar kan je verschillende mogelijkheden hebben. Maar de zin moet wel kloppen. Dus wordt wakker. Het plompt nog donker. Het is nog donker. Dat kan een mogelijkheid zijn. En zo ga je al die woorden proberen, die plomp woorden, die ga je proberen te vervangen. Hier zie je plomp 3 staan. Hij plompt lawaai in de verte. Dan probeer je daar het juiste woord in te vullen. Korte, droge knallen. Als je dat gedaan hebt, dan ga je volgende vraagjes beantwoorden. Is spelen een plomp woord? En met plomp woorden bedoelen we eigenlijk een werkwoord. Dus is dat een plomp woord, ja of nee? Bij plomp woord mag je hier ook bijzetten een werkwoord. Dan ga je die vraagjes beantwoorden. Als je dat gedaan hebt, ga je eigenlijk zien, ieder plomp woord in die zin is een vorm van een, en dat heb ik daar juist eigenlijk al gezegd, van een werkwoord. Dus ik loop, jij loopt, hij loopt enzovoort. Soms staat er slechts één plomp woord in die zin. Dus dan moet je een zin geven met één werkwoord in. Dus bijvoorbeeld het werkwoord lopen. Hij loopt naar de bakker. Dan staat er maar één werkwoord in. Eén ding dat je kan doen. En dat is lopen in dit geval. Soms staan er verschillende plomp woorden, dus verschillende werkwoorden in. Geef er daar eens een zin van waar dat twee werkwoorden in staan. Dus twee dingen die dat je kan doen. En dat kunnen heel veel verschillende zinnen zijn, maar jij geeft er één. En dan ga je markeren in de volgende zinnen de plomp woorden. Dus dan ga je overal alle plompwoorden, dus alle werkwoorden, de doelwoorden ga je hier aanduiden en dat ga ik ook even markeren. Dus de doelwoorden, dus dingen die dat je kan doen. Bijvoorbeeld in die eerste zin, en er staat er minstens altijd één per zin in. Roelof zucht onder de dekens. Dus wat doet hij? Hij zucht. Dat ga je markeren. Zijn ouders brachten het mooi voor elkaar. Er staat ook één in. Wat doen zijn ouders? Zij prachten. Dat is van brengen. En dan ga je hier, als je die allemaal gemarkeerd hebt, ga je die hier moeten schrijven. Als in de eerste zin schrijf je, of het eerste schrijf je gewoon zucht. En de tweede, de infinitief, de ik zal vorm. En dan mag je hier ook markeren. Dat is de infinitief, de ik zal vorm. Die ga je hier schrijven. Dus als ik dan bijvoorbeeld heb, prachten, ik zal, en wat wordt dat dan? Brengen. Dat is van het werkwoord brengen. En zo ga je dat voor de volgende ook allemaal doen. Ik ga er nog eentje. Zij gaan samen op vakantie en hij moet naar oma. Wat gaan ze doen? Zij gaan. Gaan is er één. En hij moet. Moeten is ook een toewoord. Dat kan je ook doen. Moet iets moeten. Dan schrijf je hier gaan. En dan schrijf je in de achterste kolom. Ik zal. En dat is ook gaan. Dus dat gaat niet veranderen. Hier heb je moet. En achteraan schrijf je. Ik zal moeten. Zo ga je dat voor al die verschillende zinnen doen.
De vorm van een werkwoord waar je ik zal kunt voorplaatsen, en dat markeren we weer, want dat is heel belangrijk. De ik zal vorm is de infinitief. Het is de vorm van het werkwoord die we in het woordenboek te gaan terugvinden. Die vorm eindigt meestal, wat eindigt die meestal? Lopen, fietsen, stappen, praten enzovoort. Die eindigt meestal op en, behalve in de werkwoorden gaan, zijn, staan. Dat zijn zo werkwoorden die enkel op een en eindigen, maar de meeste op en. De meeste infinitieve bedoel ik. En dan ga je in de volgende zinnen ga je de infinitief aanduiden. Dus enkel infinitieven. Dus wat is dat in infinitief? Dat is hetgeen eigenlijk dat hierboven staan. Dat zijn doelwoorden. Je kan er ik zal voor plaatsen. Plus eindigen meestal op en. En altijd op een n. Je schrijft dat er zelf ook bij, dat je dat ook voor thuis nog weet. En dan ga je zoeken naar woorden die op en eindigen en die dat je kan doen. Of die op een n eindigen. Want het is niet alleen op en. Maar bijvoorbeeld, ik zal er eentje cadeau doen. Dat is hier slapen. Slapen kan je doen, eindigt op en. Ik zal slapen. Dat is nog altijd een logische zin. Dus daar kan je perfect markeren. Slapen. En zo ga je ze allemaal zoeken, de infinitieven die dat daarin staan.